Mijn naam is Hugo Geurdes en ik ben teamleider bij Airside Support. We hebben wind uit de hoek 290, die gaat richting de 240. Knoopbocht 20, uitschieters naar de 30. Sierra 1 is open en verder Sierra 7 en Sierra 8 om op te lijnen. Succes! Ik ben bij Schiphol begonnen als trainee. En dat houdt eigenlijk in dat je als starter in korte tijd, eigenlijk in 2 jaar, 4 verschillende opdrachten doet bij verschillende afdelingen. En ja, zo eigenlijk in korte tijd heel veel van het bedrijf te zien krijgt. Havendienst, onderhoud 1. Onderhoud 1 voor de Havendienst, radio transponder oké. Onderhoud 1, radio transponder oké, dankjewel. Ik heb geschiedenis gestudeerd en ik heb master internationale betrekkingen gedaan. Dus dat is misschien niet 1, 2, 3 wat je zou verwachten bij het huidige werk. Maar dat is eigenlijk misschien ook wel het leuke. Dat je ja, eigenlijk hele andere kanten van een bedrijf, maar ook van jezelf kunt ontdekken tijdens die 2 jaar. Mijn eerste opdracht was bij afdeling Public Affairs, dus echt lobbyen. De tweede was echt operationele opdracht bij Security. De derde was procesverbetering. Toen heb ik de inchecktijden van de Lufthansa onder de loep genomen. En mijn laatste opdracht was hier bij Airside Support. Ja, ik vond die operatie wel het mooiste. Dat had ik al een beetje leren kennen bij Security. En ja, het onvoorspelbare, ook wel het dynamische, de vroeg-laaddienst. Dus ik werk ook op onregelmatige tijden. En echt het ja, poten in de klei gehalte is aardig hoog. En dat vond ik wel heel erg mooi om mee te beginnen. Ik ga nu naar de briefing op de havendienst. Dus aan ieder begin van de dienst dan kom je samen met andere partijen die op Airside werken om de bijzonderheden af te stemmen. Vanaf na 1500 zoen neemt de wind af. En dan houden we 18 tot 22, 24 knopen over. Dus dat is voldoende. Op dit moment 2 starten, 2,4 en landen 2,7 en de 18 rest kunnen we bijlanden. Ja, heb je wel iemand eventueel beschikbaar in verband met die wind? Ja hoor. Ja. Containers, coördineert ook met Michael. Michael stuurt dan met DNA. Ja. We hebben zojuist besproken welke werkzaamheden er momenteel spelen. Wat het weer van de komende uren eigenlijk gaat doen. Wat het daarbij behorend baangebruik is. En waar wij allemaal gaan werken met Airside Support. Ik ga nu eigenlijk een rondje langs de velden maken. Dus ik ga bij verschillende werkzaamheden kijken. Kijken hoe het op de baan is. Of iedereen op de positie staat die ik net heb gebriefd bij ons in het gebouw. Dus een totaalplaatje eigenlijk genereren. Teamleider van een team dat in het landingsterrein werkt. Allerlei onderhoudswerkzaamheden faciliteert, maar ook vliegtuigen parkeert, reiniging, het vrijhouden voor start- en landingsbanen van zwerfvuil. En daar ben ik zowel operationeel leidinggevende van het proces, als ja, ook leidinggevende van een team, van een eigen team van 18 man. Hey Boyke, moet jij hierna nog eentje zwaaien? Ja, maar nee. We hebben er vanaf 2:30 al 5 gehad. Alle stands zijn op de Romeo's op dit moment vol. Dus we gaan uitladen, inladen, even wat eten en dan weer volop aan de bak. Top, lekker bezig. Ja, yo. Dankjewel. Yo. Ja, ik vond het heel leuk om bij Schiphol een traineeship te doen, omdat het eigenlijk een soort kleine stad is. Je hebt er van alles, van vastgoed tot techniek, tot echt operatie, wat we nu aan het doen zijn. Ja, het houdt eigenlijk niet op. Het is eigenlijk een dorp op zich, commercie, noem maar op. En dat kan je allemaal in die 2 jaar helemaal ontdekken. Wil jij ook een traineeship doen op Schiphol? Meld je dan nu aan op schiphol.nl/carrière.